Een zwaar ongeval met een touringcar in Zwitserland heeft dinsdagavond het leven gekost aan 28 mensen, waaronder 22 kinderen. Minstens 24 kinderen zijn gewond geraakt. Basisschool Het Stekske, net over de grens in Lommel, lijkt zwaar getroffen. Van 18 van de 22 kinderen van deze basisschool is nog onduidelijk of ze het ongeval hebben overleefd. Van deze 22 kinderen hebben er 9 de Nederlandse nationaliteit en eentje de Duitse. Het 10e Nederlandse kind dat is betrokken zit op een school in Heverlee bij Leuven. Woensdagmorgen werden ouders en verzorgers opgevangen op de basisschool. Tegen 10 uur vertrokken 2 bussen met aan boord de ouders van de betrokken kinderen, de burgemeester van Lommel en mensen van het Stekske op weg naar een vliegtuig wat begin van de middag is afgereisd naar Zwitserland. Bij de school in Lommel, een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent, verzamelden zich familieleden en andere betrokkenen om elkaar te steunen. Ik ben heel blij dat ik even net voor ze op de bus stapte, de mensen heb even kunnen groeten. Ik heb ze één na één even kunnen groeten en dan zie je zo de vertwijfeling in de ogen en de grote vragen. En ik weet niet goed wat er gebeurt, maar ze weten wel dat het een zware dag voor hen zal zijn. En de dagen daarna zullen wellicht ook heel zwaar zijn. Dus er is veel onmacht en niet goed weten wat. En hoop dat het toch niet waar is. Ook Johan Flemmings was daarbij, wiens petekind in de bus zat. Johan, hoe hoorde jij vanochtend van wat er gebeurd was? Ik werd gebeld en toen had ik dat ze ook in de bus zat. Okay. En door wie ben je gebeld? Door familie. Okay. Ja. Ben je meteen hier naartoe gekomen? Nee, ik zou even wachten wat nu is, maar heel de familie is hier nu en ja, wil toch allemaal even steunen en kijken. Ja, u wilt weten hoe het met je petekind is. Oké. En zitten jullie hier met familie bij elkaar op het moment? Ja, nu gaan we naar binnen, dus ik wil ook eigenlijk zo snel mogelijk wel even naar binnen. Op dit moment vangen we hier op de school de familie op. Er is ook slachtofferbejegening voorzien en wij zijn ook aan het oplijsten waar de kinderen, de broertjes en de zusjes zijn en of daar nood is. Dat is ook aan de ouders in Melsbroek gevraagd, of daar nood is om die kinderen verder op te vangen. Dat wordt hier op de school ook mee voorbereid en daar zijn wij op dit moment mee bezig. Want ons allergrootste belang gaat natuurlijk uit naar de nabestaanden van deze vreselijke tragedie. Tijdens een persconferentie later op de dag wordt meer informatie bekendgemaakt. Lees meer op ed.nl.